kan je erop klimmen. Zo zit het huisje. Was dat poppenhuid de winter onder de overzicht van boven naar beneden. Schoonmaak. Die andere huisjes. 100 kilo. Huh? Dit is lavendel. Die wil even nog een. Dus hele mooie bloemen. Een hele goede morgen jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is nog steeds mijn vakantie. We zitten in het weekend. We zijn op zondag beland. Heerlijk lekker aan het ontbijten vanochtend. We hebben lekker uitgeslapen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn lekkere pancakes aan het eten. Ja, ik heb ze al op. Ze hebben ze al weer op. Maar ik heb het weer nieuw in de oven. In het Engels zag je dan pancakes in de Engels pannenkoeken. Spannenkoeken. Dit is eigenlijk pannenkoeken, maar dan wel van kleintjes. En dat noem je in de Engels pancakes. Ja, het zijn eigenlijk Amerikaanse pannenkoekjes. American pancakes. Ja, en die hebben lekker vers fruit hebben we erbij. En dan doen ze chocopasta. En jam doen ze erop. Dat is ook lekker. Lucius die is gekke worst. Dat is een worst. Ja, en Luxie die heeft niks erop. En kijk, hier hebben we alweer de volgende lading. Die draai ik ze ook altijd even om. Zo. En dan doen we ze nog heel even. Zo. Hoppatee. En dan hebben we een lekker ontbijtje. Dus ja, we hebben weer een lekker weertje vandaag, jongens. Ik zie weer een blauw luchtje. 18 graden. Dus we gaan weer heerlijk lekker chillen rondom huis. 18 graden, lekker in de tuin. Ja, dus kijk weer gezellig met ons. Mee. Ondertussen zijn we aangekleed, hebben we het ontbijt lekker op. En vragen de kinderen zich af, wat gaan we doen vandaag? Ja. En mama heeft een heel leuk idee. Want het wordt vandaag heel lekker weer. Dus we kunnen lekker buiten spelen, we kunnen lekker de tuin in. Dus als jullie wellicht... Lekker fietsen. Luxie kan lekker fietsen. Luxie is gek fietsen. Maar we hebben ook een boomhuthuisje in onze tuin. En dat boomhuthuisje dat stond hier al toen wij hier kwamen wonen. En dat huisje was helemaal vervallen. Dat viel helemaal in elkaar. Wat heeft opa toen gedaan? Die heeft hem helemaal nieuw gemaakt. Die heeft wat sterker plankjes, gemaakt. Ja, weer plankjes erop getimmerd. De glijbaan er weer opgezet. Dus eigenlijk was het een soort bouwvalhuisje. Wat opa toen we hier kwamen wonen weer heeft stevig gemaakt. Zodat de kinderen er weer op kunnen. Nu hebben we een ladderje. Kom je naar boven klimmen. En de zandbak beneden hadden we het zand weer nieuw gedaan. Alleen ja, na zo'n wilde winterperiode is dat huisje weer helemaal een beetje vervallen. Het hout is weer helemaal vies geworden. Er zitten geen plantjes meer in de plantenbakken. Dus ik dacht, misschien is het wel een heel leuk idee om ons boomhuthuisje vandaag een makeover te geven. Ja, een beetje op te pimpen. Op te pimpen. Dan gaan we het lekker verven en opnieuw inrichten. Ook een zandbak in beneden in het huisje. Oh ja, laat hij maar staan, schatje. Laat hij maar staan. Ja, ja laat hij. Kom maar hier kijken, dan kan je kijken. Kijk, dat is een spiegeltje. Kijk. Hallo. Hallo. Ja. Lucius! Er zit een borst in de kamer. Nee, Lu. Oh. Wat gingen we doen? Wou jij erop klimmen? Oh, ventje. Laten we naar buiten gaan. Ja. Schoenen aan, jassen aan, want het is schoenen wel fris. En dan gaan we even naar het schoenen huis. Schoenen aan, liever. Had je tegen mij? Met haar. Oh. Een popje. Kijk, ze hebben hier een nieuw vriendinnetje. Kijk. Hoe heet het vriendinnetje? Sophie. Sophia. Sophie. Met een tasje erbij. Ja, maar dat past er alleen niet in. Ze hebben de hele ochtend, heeft Lucilla alweer met Luxie gespeeld bij de Barbies. Surprise. Ondertussen zijn wij in onze tuin aangekomen. En gaan wij eens even de boomhut laten zien. Lucius die probeert hier met het autootje van de trap af te gaan. Moet ik even helpen, jongen? Zo, kijk eens. Hier, ga je autootje maar trekken. Alsjeblieft. Ik heb mijn dikke trui aangedaan, jongens. Ik denk het is koud, maar het is helemaal niet koud vandaag. Nou, Daniel die heeft zijn plekje alweer gevonden bij Woestelijk. Hey, lekker in de. We gaan de boomhut makeover geven. Zo ziet het huisje er nu dus uit. Het dak heeft opa toen wel helemaal mooi gemaakt, maar die is een beetje vies. Dus die gaan we even schoonmaken. Het hele huisje is niet geschilderd, dus we kunnen het huisje even schuren met een schuurpapiertje. En we kunnen dit hout allemaal gaan verven. Dit trapje kunnen we ook weer even mooi schoonmaken en gaan verven. Hier liggen allemaal takjes en vieze dingetjes. Dus dat kunnen we ook even allemaal schoonmaken. Nog niet gesproken over de binnenkant van het huisje, want hoe ziet dat eruit?
Kijk, dit is, eigenlijk was dat het poppenhuisje van Lucilla en van Luxie. Die kunnen we ook weer even helemaal alles eruit halen en opnieuw inrichten. Dan hebben we hier zo'n hele leuke plantenbak. Maar de plantenbak die valt er bijna af. Dus ik moet even vragen of papa dit beter kan vastmaken. Nieuwe plantjes kunnen we erin gaan doen. Deze lampjes misschien nog wel leuk, maar die kunnen we ook even een beetje schoonmaken. Ik wil hem schoonmaken, want die is helemaal vies geworden. We hebben trouwens ook weer hier de vogelhuisjes hangen. Die kunnen we misschien ook weer even leuk verven. Nou ja, dit is ook allemaal vies. Dus dit kunnen we misschien ook wel leuk verven. En dit is dan de zandbak, jongens. Nou, die ziet er ook een beetje uit alsof... ja, ik weet niet wat er allemaal is gebeurd in die zandbak. Mama. De winter heeft dit gedaan. Hier deden we eerst aan de speeltjes en zo. Ja. Maar de mand is nu een beetje slecht. De mand is ook een beetje verweerd, hè. Dus we gaan al het, dit er allemaal uithalen. Alle schepjes en dingetjes even eruit halen. Kijken wat nog bruikbaar is en wat nog niet bruikbaar is. Eventjes netjes opruimen. En nieuw zandbakzand erin doen. Ook dit kunnen we weer even een beetje opknappen. Deze rand ervan. Dus ja, er is eigenlijk heel veel te doen aan dit boomhuthuisje. Dit is de achterkant ervan. Hier kunnen we ook plantjes in zetten. Dus ja, dat is een lekker klusje voor vandaag, jongens. Wat we kunnen doen. En ik heb weer geen idee hoe ver we hiermee komen, jongens. Want volgens mij is het toch best wel weer een hele opgave om dit te maken. Maar dan hebben we wel weer een heel mooi boomhuthuisje. Ding dong, is er iemand thuis? Lusjes vindt dit huisje helemaal geweldig. Jongen, dit is iets meer op jouw formaat. Dit is nog het huisje waar Leon en Lucilla en Luxie mee hebben gespeeld. Ook in ons vorige huis. Maar die heb ik vorig jaar helemaal geverfd, zoals jullie zien. Net als de tafel, die heb ik ook vorig jaar geverfd. Dezelfde verf als daarachter dat tiny house. Dus dat is ook allemaal wel netjes. Deze palen had ik ook geverfd. Alleen de boomhut zelf, dat huisje, had ik dus niet geverfd. En je ziet ook wel het verschil tussen dat huisje en dat huisje bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn als die ook gewoon... Kijk, nou kan je het verschil goed zien tussen die en die. Als die ook gewoon weer mooi is. Kunnen ze daar ook weer lekker in spelen. Onder de boom. Oké, jongens, we zijn begonnen met het eerste. En dat is alle spullen eruit halen. Alles leeg halen. Lucilla is hier bezig met het huisje. Alles eruit te halen. Dat poppenhuis, zal ik het alles er weer uithalen? Huh? Lukt dat of niet? Nee, dat lukt echt. Schuif je het er even hierheen. Kijk daarin. Zal ik ook even laten zien. Dit is even een overzicht van hoe dit huisje er nu dus uitziet. Dit is de binnenkant. Maar we gaan alles eruit halen. Zoals het poppenhuis, dat spelen ze eigenlijk niet meer. Dit heeft Lucilla gekregen toen jij klein was voor Sinterklaas, weet je dat nog? Ja. Het is eigenlijk al heel oud. We kunnen hem misschien wel in de schuur zetten. Het is wel leuk om daar neer te zetten. Maar hoe halen we het naar beneden? Is het van de glijbaan aan het glijden? Ja. Oké, okay, Lu, moet jij hem opvangen, Lu? Naar beneden. Goed zo. Nou, dat ging makkelijk via de glijbaan. Nou, dan halen we al deze andere rommeltjes er ook allemaal uit. Maar ook deze... mat eruit, want daaronder is het ook heel vies. Zo, die er ook uit. Ja. Oh ja. Ondertussen heeft Luan een glaasje ijsthee. Ijsthee, persik met twee waterklontjes. Ijsklontjes. Ijsklontjes. Waterklontjes. Waterklontjes. Zijn ook wel waterklontjes, maar het is ijsklontjes. Ijsklontjes, ja. Ondertussen hebben we de zandbak helemaal leeg. Heb ik alle blaadjes en alle takjes uit de zandbak gehaald. Kijk, die ziet er nu zo helemaal uit. Hier in deze kruiwagen. Die kruiwagen die gaan we even wegrijden. Ook deze bakken heb ik even helemaal leeg gehaald. En alles hier in de kruiwagen gelegd. Al het kapotte speelgoed daarin gelegd. Dit kunnen we nog bewaren. Dat zat Lucie's net mee te spelen. Kunnen we ze wellicht in de schuur leggen. En dit is allemaal het zandbakspul wat we hier in deze mand kunnen bewaren. En dan kunnen we straks nog eventjes nieuw zand erbij halen. Want ik heb best wel zand eruit gehaald.
Dan leggen we nieuw zandbakzand erin. En dan is de zandbak ook weer lekker om mee te spelen. Oh, oh, oh. Die is mooi, hè, jongen. Ja, die is mooi. Ze zijn wel een beetje allemaal gevaarlijk. Ja, leg die maar weer even terug, want die hebben we nou niet meer nodig. Leg maar weer in de schuur. Bijna onze icy op en mama gaat weer door. Ze is bezig met het dak schoonmaken. Ja, ik heb ook heel even de stofzuiger gepakt om de spinnenwebben mee weg te halen. Ja, dan kunnen we even laten zien. Ja, hier. We hebben, volgens mij is dit huisje de afgelopen seizoen het insectenrijk van heel veel insecten geweest. Want er zitten spinnen, spinnenwebben, pissebedden, spinnen en zelfs een hele grote hommel. En die hommel, die hebben we nu een soort van gevangen in dat vogelhuisje. Die hommel die zat de hele tijd hier om ons heen. Als Luan hierboven was, als ik hierboven was, zit hij iedere keer om ons hoofd en hij ging niet weg. Ze hadden een paar keer van, ga dan nou weg. Maar hij bleef iedere keer terugkomen. En toen op een gegeven moment, toen vloog hij in dit huisje. En daarom hebben we er nu zo'n zakdoekje in gestopt, zodat hij er niet meer uit kan. Zodat wij even rustig het huisje kunnen schoonmaken, zonder dat iedere keer die hommel om ons hoofd en het zoomen is. Dus als jullie denken, waarom zit er een zakdoekje in? Is het omdat we er een hommel gevangen hebben. In het huisje zullen we het ook even laten zien. Ik heb al die matten er even afgehaald. Die lagen van die nepgrasmatten op. En er kwam zoveel stof uit. En ik heb daar al die bladeren van de glijbaan met de bezem naar beneden gebezemd. Dat ligt nou daar. Daar ga ik zo ook even opruimen. Maar kijk, dit is nu het huisje hoe die er binnen uitziet. En ik heb het gevoel dat dit ook van die, ik weet niet of jullie weten wat het is, maar van die spinnenweb dingen zijn waar straks weer heel veel kleine spinnetjes uitkomen ofzo. Ik weet niet of iets heel geks nou zeg. Maar dat idee heb ik. Dus er zitten overal spinnenwebben. En vieze dingetjes. Al de beestjes hebben nu dus weggebezemd. Als het goed is. Maar ik ga hier dus heel even met de stofzuiger doorheen. Kijk, deze. Ondertussen heb ik helemaal met de poetsdoek ben ik door het huisje gegaan. Heb ik alle spinnenwebben weggehaald. Het is nog een beetje nat. Dus ik moet even een klein beetje opdrogen weer, maar het is weer helemaal lekker fris. Buitenkant moeten we nog doen. Alleen dit heb ik ook helemaal schoongemaakt. En ik denk dat ik sowieso gewoon dit huisje een beetje dezelfde kleur doe als die andere huisjes. En dan kunnen ze altijd kijken of ze nog een leuk verfje willen geven aan bijvoorbeeld het hekje of zo. Weet je wel, dat het dit hekje of het trapje of de plantenbak of zo. Maar dat moeten we even zo meteen bekijken. Ondertussen zitten wij in de auto met Luan en Lucilla. Luxie die wilde lekker bij papa blijven spelen. En Lucius die doet lekker zijn slaapje. Ondertussen eten we even lekker een krentenbolletje. En gaan we naar de bouwmarkt even de verf halen. En misschien wat dingen. Plantjes, bloemetjes, wat zand. Nou, wij zijn aangekomen bij de verf. Maar ja, welke verf hadden we ook weer voor die andere huisjes? Ik weet niet of deze was schuur- en tuinhuispets. We gaan voor deze kleur. En voor, dit is een wit, voor de bloembakken, deze. Gaan we deze schroeven? En dan verfspullen, dit is een blokje om dat schuurpapier op te doen. Oh. Dus die moet je omvouwen om zo'n blokje en dan kan je makkelijker schuren. Dus misschien op zich wel handig. Deze raad ik je aan, want deze heeft Matthew ook altijd. Ja? Dan scheurt hij gewoon zo'n stuk eraf. Nou, dan doen we deze. En dan nemen we van die blokjes, want dan kan je het dan opdoen. Dan kun je makkelijker schuren. Ja. Ook dit? Nee, die hoeft niet. Alleen zo'n blokje. Wij hebben het zand gevonden voor de zandbank. Dat zijn deze. 25 kilo. Ja. Eentje is 25 kilo. Heb je 50 kilo? Ja, ik zal 4 zakken doen. Dan heb je 100 kilo. 100 kilo zand heb je dan. Nou. Dat is weer een muntplantje kopen. Ja, als je munt hebben. Ja. Dankjewel. Dan heb je chocolade maar in de auto liggen. Ja. En nog. Het is wel heel leuk, ik hoef geen muntje meer te kopen, maar mijn hele tijd. Hallo. Hallo. Mag ik deze ook voor? Voor het print. Voor het print. Mama, mag ik deze ook weer terugrijden? Je mag deze terugrijden. Luc, kan je dat bakje even naar de auto zetten? En dan moet je de Twix even in de kistje opeten. Opeten? Die Twix. En twee. Oeh, dat is mijn lievelingschocolade. En de verf. Hoppatee. Ik krijg deze weer terug. Rijd die maar terug. Ja. Nou, Lucilla rijdt die terug. Zand zit in de auto. Ja, wacht op mij. Ja, ik wacht op jou. En dan gaan we nog heel even naar de plantenwinkel. Om wat plantjes te halen. Want die hadden ze niet. Geen plantjes voor in die plantenbak. Alleen maar van die hele hoge. Die zijn niet handig. En jongens, we hebben
Waar zijn ze? Hier. Lekker chocola meegenomen. Ik heb Tix. Lekker. Nou. Dank je. Love me on. Nou, we zitten weer in de auto. Twixie zie je erbij. Twixie erbij. We gaan weer door, jongens. Op naar de plantjes. Ja. Zo, nou, we zijn weer hier aangekomen. En we zullen even Twixie bijna op. Ik ga heel zuinig mee doen. Pas maar op dat hij niet smelt nu. Hè? Wie wilt hierin zitten? Nee. Dat gaat zeker serieus niet meer passen, jongens. Echt niet. Je bent al zo groot. Gek is dat, hè? Nou, in ieder geval wel een kaartje voor de plantjes. En hier hebben we alle bloempjes. Nou, gaan we eens even kijken. Ja. Nou jongens, de keuze is reuze. Wat voor plantjes gaan we meenemen? Voor in de plantenbakken, hè? Voor in de plantenbakken. Kom maar, moet ik ook een plantje hebben? Ja, 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 ja. Ik kan hem ook meenemen. En potgrond. Ja, en potgrond. Moet je eens ruiken. Dit is toch lekker. Dit is lavendel. Ruik. Jawel, je ruikt het heel goed. Deze moet je ruiken. Oh ja, die ruik je. Die ruik je. Nou, deze nemen we in ieder geval mee, want die zijn leuk voor in die plantenbakken. Of twee potjes. Nee, we hebben een hele plantenbak te vullen. Dus we moeten er wat meer van doen. Schip, kijk. Die kleur staat ook nog wel leuk bij. Zullen we er 6 stuks van doen? Ja. Dan hebben we wat mooie, kijk dat rood. Dat staat dan samen in een plantenbak met dat paars. Dat staat wel leuk. Met het huis. Ja, staat ook wel leuk. Met roze. Er zit ook wat roze bij. Ja. Mama, roze is geen kleur. Wel roze. Is dat zo? Ja, is zo. Het is roze, niet roze. Echt waar? Ja. Nou, dat wist ik niet. Nou, heb ik weer wat geleerd. Ja. Roze. Ja, het wordt nou wel lekker warm. Ja, loop ik heel met mijn dikke trui. Nou, Leon heeft ook nog de munt gespot. Dan halen we die ook nog wat erbij. Dan hoef je dat niet meer iedere keer in de supermarkt te kopen. Ja. Kun je dat zelf weer mooi bij die vijver in die mand neerzetten, hè? Ja. Ja. Nou, toppie jongens. Dan hebben we een karretje vol kleurrijke bloemetjes. Jongens, het was 2 halen. Nee? 2 halen. Nee? Twee halen. Nee. 2 halen. 1 gratis. Ja, 2 plus 1 gratis. Dat was hem. Dus we hebben 70 keer 3 is? 70 keer 3. Kilo potgrond. 70 keer 3. Was de som, jongens. Reken maar uit. Zoveel potgrond hebben we nu dus. Veel te veel, maar goed. Boven de 150 liter. Komt allemaal het pas. Is liter, hè? Geen kilo. Ja, nou, het is wel zwaar. Ja, het is wel hetzelfde kilo. Hè? Ja. Dus liter hetzelfde als kilo? Ja. Mag je een raapje over? Het is een gewicht. Ja, ach, zo hier aan. Dus, en we hebben heel erg veel mooie kleurtjes. Wacht even. Ja. 2. Op 2. Op. De laatste. Ondertussen alle plantjes in de auto. En dan brengen we het karretje terug. Ja. En dan gaan we op naar huis. Leuker. Zeggen dat. Voor papa. Ja? De klitters zeggen als het hoog is dat het laag is, omdat hoog zo klein dat de muis zo loopt. Mm, je hebt het over het gehoor van kleine kinderen is anders dan het gehoor van volwassenen. Met toonhoogte. Ja. Ja, dat klopt. Nou, ondertussen nog even lekker een kentenbolletje erin. Ja. Luan die zit nu achter tussen de plantjes en we gaan nu lekker op naar huis. Met het raampje open, want het is heel heet. Wij zijn weer terug van de bouwmarkt en de tuin gebeuren. We hebben de plantjes en alles hier neergezet. Kijk, die hebben we hier op de tafel neergezet. Dit gaan we dus straks allemaal in deze plantenbakken doen. We hebben ook een plantenbak. Hier hebben we nog een plantenmandje. En de verfspullen al uitgepakt. We gaan beginnen met schuren. En dat is Lucilla al aan het doen. Ik heb deze kant net al helemaal gedaan. En Lucilla is nu bezig met de achterkant aan het schuren. Kijk, hier staat ze. Maar alleen we hebben een bijenprobleem. Ze durft nu niet echt te schuren. Gewoon heen en weer, gewoon zo. Ja, zo moet je schuren. Oh, ik doe gewoon één bal. Nee, echt gewoon zo heen en weer. Zie? Dan wordt het glad. Dan wordt het lekker glad. Oké. Goed zo. Alleen wat dus een beetje ons bijenprobleem is. Vanochtend hadden jullie gezien dat wij daar dat huisje hadden gehangen, dat vogelhuisje, waar we dus een bij in zagen vliegen.
toen dacht ik slim te zijn, omdat hij bij iedere keer om ons heen bleef vliegen, om ons hoofd bleef vliegen. Toen had ik het idee van, nou, dan doe ik er een papiertje in dat gaatje, dan kan dat bijtje er niet meer uit. Dan zit hij even daarin, dan hoef ik hem ook niet dood te slaan of zo. En dan haal ik het papiertje weer uit als wij weer weggaan, dan kan hij weer vrij vliegen. Maar het bleek dus een bijennestje te zijn. Er zitten allemaal bijen in. Dus ik heb heel voorzichtig dat vogelhuisje van dat spijkertje gehaald. En die heb ik daar achter, en waar geen kinderen lopen, achter neergezet. Ik denk, nou, denk ik, kunnen ze daar verder eens hun huisje houden. Maar wat krijgen we nu? Dat al die bijen die misschien niet in dat huisje zaten, die willen terugvliegen naar hun nestje, naar hun huisje. Maar dat huisje hangt er niet meer. Met het gevolg dat hier nu allemaal bijen om dat huisje en het zoemen zijn, op zoek naar het nestje. Met het gevolg dat wij nu niet hierboven, oh, het is echt, hierboven niet op durven te staan. Ik weet namelijk niet of jullie dit zien. Maar er vliegen allemaal bijen daar ook in. Ze zijn ook in het huisje gegaan. Ze vliegen overal. Ze zitten daaronder. Daaronder. Ja, ik weet niet of ik het op beeld krijg. Maar ja, met dus het gevolg dat wij nu niet echt verder kunnen met het huisje. Dus Luan zei, nou mam, dan kijk ik wel heel even bij de bouwmarkt of ze misschien iets van een spuitje hebben of een spreetje hebben waarmee ze kunnen wegjagen. Dat in ieder geval die bijen niet terugkomen. Want dat is natuurlijk niet handig als je kleine kinderen aan het spelen zijn. En er is hier een bijennest. Of die bijen die blijven hier iedere keer vliegen. Dus, dat is even een probleempje vandaag. Tijdens het boomhut verbouwen. Waar we even geen rekening mee hadden gehouden dat het zou gebeuren. Dus Lucilla is nu die achterkant aan het schuren. Met een beetje van, geen bijtjes hier. Maar als ik zo meteen dus daarbovenop wil om dat te gaan schuren en dat te gaan verven, ben ik dus bang dat ik aangevallen word door die bijen. Dus, dat is even een probleempje. We krijgen het vandaag het huisje niet helemaal af ook, overigens. Dat is echt een te grote klus, want we gaan het huisje nu helemaal schuren. Daarna gaan we hem helemaal verven. En dan gaan we ook nog die plantenbakken erin doen. De plantjes planten. Ik denk niet dat we daar aan toe komen vandaag. Gelukkig hebben we morgen ook nog gewoon lekker een dag. Wordt het morgen ook nog lekker weer. En hebben we natuurlijk gewoon meivakantie, dus morgen hoeven ze ook niet naar school. En dan gaan we morgen denk ik gewoon verder met het huisje. En dan gaan jullie zeker weten, hopelijk morgen het eindresultaat zien van de makeover van ons boomhut huisje. Hopelijk zonder bijen. Je hebt je het weer. En kunnen ze het ook lekker gaan inrichten en zo. Want kijk, ik weet niet of ik hier, als ik hier nu in film, bijen zie. Ja, je hoort ze wel. Ik weet niet of jullie het horen. Je hoort ze wel, je ziet ze niet. Bijen bij mijn oren. Oh, bijen bij je oren. Bah. Kijk, wel kleine hier. Van. Ja, goed gedaan. Dan kunnen we dat in ieder geval verven. Daar zie je ze vliegen. Lucilla zegt, ik ga het toch proberen. Lucilla is echt een bikkel. Hoi bijtje. Hallo bijtje. Goed volk. We gaan het huisje oppimpen. Oh, nee, te veel. Je hoort dat gezoom de hele tijd, hè? Ja. Ja. Pas op, Lucilla. Nee, ik ga echt niet doen. Nee, je hoeft het ook niet in te doen. Ik kan het wel even een poging wagen. Ja? Oh, kom hier. Ga ik het even proberen. Zal ik jou filmen? Nu gaat mama proberen. Ze zijn even stil. Ze zijn stil. Daar is er namelijk één. Ze kruipen ertussen, zie je dat daar? Oh. Ze komen zo dichtbij. Ze komen heel dichtbij. Veel dichterbij dan normaal. Dit wordt een dingetje vandaag. Hoe kunnen we dit nou oplossen? Van een tegenvaller. Oh. Ik ben geen imker. Imker? Nee. Maar ja, ze zullen misschien wel boos zijn dat ik dat ding heb weggehaald. Ja, ik denk, daar zat een bijtje in. Toen had ik eerst een propje erop gezet. Nee, daar komt het bijtje er even niet uit. Zit er dus een nestje in? Ik dacht eerst dat het een wesp is. Ja, het zijn geen wespen. Ze zijn rond en dik.
zo'n zoemend geluid. Wespen die zijn dat. Het is geen wesp, het is echt een bij. Je denkt aan een bijennest, denk je toch aan zo'n honingkolf, weet je wel? Van Winnie de Poehbeer. Ja. Daar denk je aan. Je denkt niet dat ze in een heel klein vogelhuisje zitten. Nee. Woezel, jaag ze weg. Woezel, doe er wat aan. Woezel, die staat daar. Oh, jongens, oké. Ik ga even googlen. Of een bijen... Ja, ik zeg iedere keer bijennest. Maar een bijennest bestaat natuurlijk helemaal niet. Dat noem je volgens mij een bijenkorf. Zitten de bijen in een nestkastje, dan zijn het zeker geen honingbijen. Laat de diertjes verschijnen, kleine hommels, gewoon zitten. Een paar weken later zijn ze weer vertrokken. Het zijn hommels. Of bijen. Zijn bijen nou hommels of zijn hommels nou bijen? Jongens, dat is ook een goede vraag. Waarschijnlijk kleine hommels zitten, gewoon zitten. Het zijn dus geen honingbijen. Nee, want anders dan zou je inderdaad aan een Winnie de Pooh denken. En niet aan een nestkastje. Wespen, hun nest hangt laag. Nee, het zijn geen wespen. In de maanden mei, juni en juli, het is nou mei volgens mij, planten verschillende insecten zich voort, waaronder de bijen. In deze maand wordt de brandweer ook regelmatig geconfronteerd met meldingen over wespennesten in de tuin. In plaats van daarvan blijkt het niet om wespen te gaan, maar om bijen of om hommels. Hommels en bijen zijn dan ook weer bedreigde diersoorten. Meestal toch, dus niet verwijderen. Oh, voor alle duidelijkheid, imkers houden honingbijen. Maar er bestaan ook honderden andere soorten bijen. Johan die zei van, ik zal wel even naar de bouwmarkt gaan om te vragen of ze daar iets voor hebben. Maar ja, je kunt ze natuurlijk niet doodmaken. En dat zou ook niet handig zijn, want bijen en hommels die zorgen natuurlijk ook weer voor het verstuiven van bloemen. En van zaadjes en van plantjes en dat soort dingen. Dus dat is inderdaad niet handig. Hommelnestjes kan je ook wel eens aantreffen in een vogelhuisje. Veel kan je er niet aan doen. Een paar weken wachten en de lieve harige beestjes zijn weer weg. De hommels zijn niet gevaarlijk. Het staat hier dus wel dat hommels in een vogelnestje kastje kunnen. Veel mensen weten dit niet, maar hommels zijn bijen. Ze zien er wel duidelijk anders uit dan andere bijen. Maar verschillen daarvan doordat hun kop, hun oogpuntjes bovenop de kop zitten. Bijna één lijn met hun... Bijna op één lijn. Oké. Hommels zijn dus bijen. Een bijensoort. Maar ze zijn heel lief. Kijk, hier kun je het ook zien. Wat is het verschil tussen een hommel? Kijk, dat is een bij. Dat is een hommel. En dat is een wesp. Kijk, een hommel is dus... Die heeft een beetje zo'n pluizig vachtje. Ja, die hebben wij. Ja. Dit is een hommelnestje, jongens. Het hele project valt in het water vandaag. We kunnen niet verder met dat huisje. Maar ik heb nu dus dat huisje al verplaatst. Ja, ik wist niet aan. Zou ik misschien wel weer allemaal reacties krijgen. Oh, je had het niet aan het huisje moeten zitten. Maar ik heb het niet expres gedaan. Ik heb het huisje verplaatst naar achter in de stal. Ik kan het jullie wel even laten zien. En die hommels die erin zaten, die zaten er ook gewoon in. En die vlogen er niet uit. Maar er waren andere hommeltjes die weer terug wilden naar hun eigen huisje, wat daar was. En toen hing dat huisje daar niet meer. Ja, sorry hommeltjes. Want ik hoop dat het huisje weer teruggevonden wordt. Maar ik denk, ik zet hem heel even ergens anders neer. Dat het niet... Ik durf het misschien niet meer heen. Bang dat ze nou boos zijn. Daar heb ik het neergezet. Horen jullie ze zoomen? Ik laat ze verder met rust. Maar dit is dus het plekje waar ik hem dus had neergezet. Waarvan ik dacht, nou, kunnen ze hier verder hun huisje houden? Ja, zie? Het is wel een goed plekje, zie je dat? Lekker in de schaduw. Hier kunnen de kinderen ook niet bij. Luxie, Lucie is ook niet bij. Nou, Luxie kan er wel bij. Ja, maar als ze dat weten, zie je niet. Ja, ze komt hier ook niet echt. Nee. Jullie hebben het dus gezien, het vogelhuisje met de hommeltjes. Nee. Heb ik dus daar neergezet. Ik ga nu even kijken of de hommels die daar rondvliegen waren, nu inmiddels zijn vertrokken. Lu, we zijn erachter wat het is. Hommel. Het zijn hommels. Nee, ze vliegen er nog steeds. Het zijn hommels. Op internet staat dat hommels vaak in vogelnestjes nestjes leggen. En in mei, juni en juli planten insecten zich voort. Ja. Nou, wat heb jij? Waar ben jij achter gekomen? Jij bent naar de bouwmarkt geweest. Ik ben bij de bouwmarkt geweest. En ze hadden geen bijen dingen. Nee. Ook geen hommel. Nee. Maar ze hadden wel wespen. En die meneer die zei daarvan... Nou, wespen zal ook wel werken bij hommels. En wat ik ook heb gekocht is een bijenvanger. Maar weet jij dat wat eigenlijk... Misschien had de bouwmarkt jou dat ook al moeten vertellen. Ik weet niet of ze dat weten. Dat je ze eigenlijk niet eens dood mag maken. Want ze zorgen voor de natuur en ze zijn bedreigd. Ja, ze zijn bedreigd. En ze gaan uiteindelijk over een paar dagen, een paar weken gaan ze vanzelf weg. Heb ik het niks voor niks gekocht. Wat heb je gekocht? Laat zien.
Nou. Laat zien. Dan brengen we het gewoon zo weer terug. Je hebt het bonnetje toch nog? Ja, bonnetje. Ja, nou, laat zien, jongen. Jongens, misschien kennen jullie het wel. We hebben wel heel veel geleerd vandaag. Als je ergens bij een winkel bent, ja? Dan ben je wel verslaafd van de dingen. Dus Oh. Ik heb voor mezelf even wat lekkers gekocht. Luan. Maar, nou ja, hè, dat heb ik denk ik wel verdiend met al dat. In de weer rijden, oké. Okay. Kijk, dit. Ja. Hadden ze mij aangeraden. Wespenspray. Ja. En dit. Dus dan moet je er wat zoetigheids in doen. Bijvoorbeeld oranje of honing. Ja. Daar gaan ze op af en dan kunnen ze er niet meer uit. En dan kun je ze ergens anders weer vrij laten. Dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie. We gaan dit sowieso niet doen. Nee. Dit ga je ook terugbrengen. Meen je? Dit ga je terugbrengen. Dit gaan we niet doen. Want we hebben ten eerste geen wespen. Dat was 12 euro. Ja. En ten tweede gaan we geen hommels doop maken. Dit kunnen we wel doen, maar ik denk dat we dit gewoon gebruiken als het straks zomer is. En we zitten buiten te eten en we hebben last van wespen. Kunnen we dat altijd gebruiken? Ik helemaal niks voor niks. Nee, niet voor niks, want dat heb je geleerd. We hebben tegenlicht. Ja, jongens. Wat hebben we geleerd? Het is wel zo, de bijen, de wespen en de hommels, die zijn wel bedreigd. En waar zorgen die voor? Ja, voor de natuur en de bloemen. Als er geen die insecten er niet waren, dan was er geen natuur, geen zuurstof. Geen planten, geen bomen, lucht. Geen lucht. Nee. Nee. Dus je bent niet voor niks naar de bouwmarkt geweest. Want wat hebben wij geleerd? Dat je deze... En weet je wie ik tegenkwam? Wie kwam ik tegen? Cynthia. Oh, de buurvrouw. De buurvrouw. Die was met haar moeder. Die was ook tegen insecten. Kijk, daar gaat. Ja, die sorry. Die was dan tegen insecten. Ja. Die was ook voor insecten, maar geen bijen, maar insecten. Ja. En die zag ik daar en die zei van, nou, doe de groetjes maar aan je ouders. Ah. Dus de groetjes van nou, dank je. Groetjes aan de buurvrouw. Kijk, maar deze hommels, die zorgen dus, jongens, voor deze mooie bloemen. Ja. Dus laten we de hommels maar niet doodmaken of met gif dus spuiten. Die kan weer terugfietsen. Die kan je weer terugbrengen. Deze houden we wel. Even openmaken. Want mag ik vind mee wel even... fietsen? Jij mag wel mee fietsen. Heel leuk. Ah. Deze die hoort er nog in. Ja. Maar deze die moet je er dan zo inzetten. Ja. Zo kunnen ze erin. Ja. Maar ze kunnen er niet dus zo weer uit. Ah. En dan moet je er wat zoetigheids in te doen. Hè, om ja. ze te lokken. Bijvoorbeeld honing of franja. Ja. En dan blijven ze. Dan gaan ze daar dus op af. Ja. In. En dan kun je ze weer ergens anders vrij laten. Dat vind ik een goed idee. Dat is wel dan weer die houden beter we. Voor de natuur. Die houden we. Dus maar wil je ze eens even zien, de hommels? Want ze zitten met... Ik heb er 5 geteld. 5, 6 heb ik er geteld. 5, 6 En ik zal je ook even laten zien waar ik het huisje heb neergezet. Want daar zitten ook nog hommels in. Kijk, maar kijk. Ja, maar straks dan vliegen ze hierin. Dan kunnen ze niet meer weg. Oh nee. Dat zou ik maar niet doen. Dan doe ik dit maar even open. Dat heb ik allemaal mooi gepoetst. Oh, ja, dit mag onder de... Ah! Oeh, kijk, daar heb je er een. Daar heb je er een. Oh, hemel. Oh. Schrik je van, hè? Ik schrik kijk, echt. Daar ook. Daar vliegen ze. Maar ik weet niet of ik ze al goed op beeld heb. Daaronder. Ze zitten nu onder die rand. Van, je hoort ze gewoon. Je hoort maken. Ja, dat is dus een probleem. Ik kan nu dus niet verder. Chips. Ik kan nu dus niet verder. Dat is dus, ik denk dat ze nu wel toch dat valletje echt even neer moeten zetten hoor. Nee, we wachten even tot morgen. Want weet je waarom? Ze zoeken nu dat huisje. Maar dat huisje hangt er niet meer. Dus ik denk dat als ze morgen weer hier in de tuin gaan, dat ze dan misschien wel weg zijn. Want het huisje hangt er niet meer. Snap je? Ja. Dit is dus het huisje wat ik vandaag helemaal wel heb schoongemaakt. Toen wisten ze dus nog niet dat daar hommels zaten. Het hout is nu nog een beetje nat, zoals je ziet. Dat is aan het opdrogen, want ik heb het gepoetst met een sopje. Ik heb zelfs binnen helemaal gepoetst. Ik weet niet of ze hier nu zitten, jongens. Ik durf niet zo goed. Ze zitten er wel ergens. Maar ik weet even niet precies waar. Jongens, dit zijn toch echt wel hommels. Ik schrik. Ja, maar omdat ze zo dichtbij komen. Ja. Ik vind het wel enge beesten, ja. Maar ze doen wel iets goeds voor de natuur. Dat zoomen is zo vervelend. Dat ja. Maar toen straks ook hoor, toen schrok ik heel erg. Ze komen heel... Ik had het idee dat hij in mijn neus ging. Zo. Zo eindigt heel even de dag voor vandaag. Ik denk dat deze vlog gaat afsluiten, jongens. Want dan kan toch niet heel veel doen meer nu. De kinderen gaan gewoon lekker chillen in de tuin. Luan gaat even met Lucilla bij de bouwmarkt. Die is hier naast ons huis. Even dat spuitding terugbrengen. Lucius, die is weer lekker wakker van zijn slaapje.
En Luxie die was lekker met papa aan het keuvelen. En zo eindigt onze dag toch weer lekker met het zonnetje in de tuin. Hopelijk gaan we morgen verder en gaan jullie morgen het resultaat zien van onze boomhut natuurlijk, die we een mooie makeover hebben gegeven. En hopelijk hebben de hommeltjes dan weer hun huisje gevonden, maar dan gewoon daar aan de achterkant van de tuin waar geen kinderen lopen. En dan kunnen ze daar nog lekker verder hun babytjes uitbroeden, waardoor ze weer allerlei bloemetjes kunnen besprenkelen. Toch? Inderdaad. Yeah. Nou jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Blijf de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.